Goedemorgen, het is maandag en we beginnen de dag met een boterham met kaas. Mila gaat zo naar de opvang. Dan gaan we naar ons nieuwe huis, dan gaan we naar ons oude huis, dan gaan we daar allemaal dingen regelen. Ik heb mijn eerste meeting om 2:30. Dus ik heb heel veel sporten, moet ook heel veel showen en zo in het oude huis. Dus prima, komt na de verhuizing weer. Dat is een beetje de planning. Alright, outfit of the day. De zwarte jurk, deze tas. Zwarte slippers. Jongens, mijn popsocket is eraf gevallen. Of althans die steen. Ik krijg hem ook niet meer op. Het is niet, zeg maar, soms kan je klikken. Maar dit is echt, je ziet ook dat de lijm los is. Dus ik denk dat ik met secondenlijm of zo wil doen. Maar... dat hebben we wel. Andere vraag. Ja? Hele belangrijke, prangende vraag. Nou? Wie is Duimelientje? Duimelotje. Duimelientje, dacht ik. Duimelientje. Ik weet niet wie Demmelientje is. Demmelientje. Demmelientje. Ik weet wel wie Duimelotje. Oké. Oké, jongens, onze eethoek. Ziet er op het moment zo uit. Hier komen laadjes in, hier komen kussens op. En dan hier komt een grote ovale tafel en dan hier stoelen. Wat komt daar dan voor iets leuks? Dat is voor Mila om aan te zitten en dan kan ze daar spelen. Het is echt super cute. Gewoon zo zitten? Of kan je even zo uitschuiven? Dat dus. En hier heb je het tv-meubel. Zo vet. Kijk hoeveel bergruimte we hebben. Letterlijk ons doel was, we willen gewoon heel veel plekken waar we dingen in kunnen doen. Want verder zijn er niet zoveel kasten hier. Dus... Je kunt hem een beetje verplaatsen en het zou leren zelfs op platen in feite kunnen. Ja, kunnen best wel. Er komt hier dan een soort open haardkast. Die moet nog gebouwd worden, dat duurt nog even. Ja. En daar komen dan de platen in. Maar hier kunnen we echt van alles in doen. Ja, hier kunnen we games, alles. Hier komt een box in. Een console en zo. Hier komt de tv. Als iemand nog een tip heeft voor een mooie trap, want bijvoorbeeld daarboven. En dit dus, moet je eigenlijk een soort trapje voor hebben om dingen uit te halen. Dan zullen we daar natuurlijk dingen doen die je niet vaak nodig hebt, maar... nee, misschien een trap die we kunnen opvouwen en ergens in kunnen doen of zo. Als zoiets zou kunnen, dat zou ideaal zijn. Dan, proefkamer. Oh. Wauw. Wauw, wat vet. Oh, dit is vet. Toch? Ja. Ik denk wel dat hier nog wel voor in moet. Ja, je hebt niet echt hele lange items of zo, hè? Nee, ik heb geen jurken, nee. Gewoon nog een route. Ja, toch? Kijk nou hoe ver. En ze gaan dit natuurlijk nog afwerken, toch? Het plafond krijgt nog. Ja, en dan wordt het afgewerkt. En dan wordt het afgewerkt, ja. Plus, en die komt hierin. Ja. Dan heb je een soort van display met licht waar sneakers in komen. Jeetje. Cool, hè? Wat een vette kast. Even te kijken, er komt hier ook een slaapbank. En die zou eigenlijk zo staan, maar. Stel, je zou hier een tv willen ophangen, dat zou hier zijn, dan moet die bank zo. Hé, weet je wat dan ook kan? Nou? De bank zo. Als je hem hier zet en dan zet je die stoel hierin. Dan, mijn kamer, die is nog niet. En dan zou je een soort stopcontact moeten doen. Wat? Heb je daar ook nog een leuk idee van? Nee. Leuk dingetje, we hebben in beide onze kamers een andere vloer. Dus we hebben dit door het hele huis. En in de man cave... hebben we dit. En in mijne dus die spikkels. Een soort van eigen wereldje. Oké, guys. We hebben een dingetje. Dit is al een paar dagen gaande. TV. Wij gaan een andere tv nemen. Die we nu hebben. Ja. Een nieuwe. Ja, het idee was 65 inch. Maar vroeger blijven we doorgaan over 75 inch. Maar heel serieus. Het ziet er niet uit, 77 inch hier. Ik denk echt dat... ik wil je gewoon laten zien hoe groot het eruit ziet. Ja, als je dus 55 inch, we hebben zeg maar... Sorry, 65. Is altijd schuin. Dus dat is de afmeting en dan moet je erbij zoeken hoe lang het zo is. Nou, daar komt ie. Dit is echt... a thing. Ik heb hier ook zo'n camera voor staan. Ja, dat moet... dit is 65 inch. 75. Mooi toch, 65 inch? Nee, dit is 75 dus. Ja, ik vind het te groot. Ik vind het te krap worden. Het kan wel. Want er komt van dat licht. Er komt van dat ambilight aan de zijkant uit. En dan zie je dat niet eens bijna. Omdat die tv bijna tegen de zijkant aankomt. Ik vind dat heel intens. Ik zou hem echt een maatje kleiner nemen. Ja, je weet ook, je hebt door.
En elke man om ons heen wordt helemaal wild van dit. Van de tv en de boksen en de grote tv. Zolang het maar lekker kijken is. Die in het vakantiehuis wat we nu hebben is een postzegeltje. Dit is heerlijk, maar dit is te groot. Ik zou hem echt een slagje kleiner doen. Oké, dit is 65. Kan je hem iets hoger doen in de lucht? Alleen, dan moet jij heel erg een beetje opzij, want ik zie nou niet dat... Ja, wacht. Zo. Ja. Zo. Ik denk dat dit precies... Tot en met de poepert, hè? Huh? Tot en met de poepert. Ja, tot en met de poepert. Ik denk dat dit goed is. Jawel. Denk het ook wel. Jump. Nee. Ze gaat even het water in springen. Oeh, lekker. Ja, is lekker, is ja. Niet koud. Nou, het is koud, maar niet te. Maar lekker koud. Lekker koud. Oh, ze zei iets met dat ze niet kan wachten om daarin te zwemmen. En we drinken even een koffietje. Een cappuccino. En we zijn bij ons vorige huis. Het is nog vroeg. We gaan hier allemaal dingen uitzoeken. En bij het grof vuil zetten ook weer. Het gaat de goede kant op. Oké, echt briljant. Elke keer als ik besluit om uitgebreid, bijvoorbeeld nu, de kiddies te kammen. We hebben net allemaal haar weggehaald. Heb ik zwart aan. Altijd. Oh, het is gewoon een soort van een ding. Alsof me... Mind en denkt, oh ja, zwart, laat ik inderdaad heel veel haren van de katten op mij doen. Poef kwam ineens met het idee, of eigenlijk Klaas, ja. Eerlijk, dit op het balkon zetten. Dat is wel cute. Jongens, ik ga deze weg doen. Mijn fashion award van Grazia, supermooi. Alleen die stukjes vallen er dus af, stukjes glas. Dus gewoon niet meer veilig om naar huis te hebben. Dus bye, amazing achievement. Ja, got it. Nu niet meer uitzoeken. Snap ik. Oké. Dit zijn echt laatste dingen. Dit gaat naar grof vuil wat we hierin doen. Kringloop. Oké, dit. Twijfel of we het nu dan bij grof vuil zetten of dat we het heel veel laten staan voor. Voor dit huis, zeg maar. Barbecue, grof vuil, die voorste. Oké. Ja. Gaat ook maar op. We zijn in het vakantiehuis. Ik heb een meeting zo. We gaan even snel lunchen. Eten. En dan ga ik mijn meeting zo in. Ik ga hier een meeting in. Zal ik aan tafel zitten. Ik vind dit wel een goede plek. Op mobiel. Ik ga in Teams via mijn mobiel. Dat kan gewoon. Ik deed het altijd wel eens moeilijk via de laptop en zo. Maar zo kan ook. Ik heb net een meeting gehad. Nou, echt zo bijzonder. Een soort van... Nou, soms heb je van die gesprekken dat je denkt van alles klopt of zo. Dus dat is heel leuk. Ik krijg er ook echt de energie van. Ik moet nu achter de laptop wat doen. Wat aanpassen voor een campagnevideo. Ah, lekker mijn nek. En daarna ga ik even mijn haar krullen. En daarna ga ik de planner video opnemen. Ik twijfel een beetje wat ik aandoe. Of ik deze jurk aanhoud of niet. Want die planners zijn... Oh, ik heb ze nog niet in de vlog laten zien, hè? Misschien hebben jullie het al voorbij zien komen, Beauty Gloss. Ik zal het zo even laten zien dan hier in de vlog. Maar... Zal ik het... buiten filmen? Waar zal ik het filmen? Wacht. Niet te hard gaan. Eerst content aanpassen. Ja. Oké, ik heb besloten dit aan te trekken. Want dit matcht wel een beetje met... Er zit zeg maar goud in. En... Dit kan met zowel roze als blauw. Ha. Ik zit erover te denken om het te stylen. Ik dacht eerst krullen, maar... Zeg maar, het valt nu best lekker al. Maar dan als ik er een steltang erin gooi... Net even iets beter. Ik weet het niet zo goed. Ik zit te twijfelen. Ik heb mijn haar trouwens... Ik begon met stylen en toen gooide ik er een slag in. En toen dacht ik... Nee, ik begon met stylen en dacht ik doe een flip onder. En toen werd het dit. Ik twijfel heel erg waar ik moet filmen. Ik kan ook naar buiten, maar... Dat zou wel grappig zijn, maar dat zou dan de laatste video zijn die ik hier buiten opneem. Ja, misschien is dat ook wel leuk. Ik weet het niet, met het licht ook. Wat gaan we doen? Wat staat mooier? Dit of met groen op de achtergrond? Kijk hoe ik hem casually ineens in de vlog gedropt. Boom, daar is hij. Eén van de twee. Nee, het licht is niet... Weet je, het is buitenfilm is zo moeilijk. Je moet echt het perfecte licht hebben. Golden hour is ook een ding, maar ik zit hier wel met vliegtuigen. Het is wel... doordat er vakanties zijn, zoveel vliegtuigen. Dit ook niet ideaal.
Moet ik de ringlamp aanzetten hier? Dat kan nog misschien wel. Dat zou komisch zijn. Dan heb ik zeg maar hier de camera binnen staan en dan film ik met dit. Ja, dat is misschien wel leuk. Die vliegtuigen. Nou ja, alles beter dan die bouwen. Crap. Wat geluiden. Ik heb helemaal zin in om te filmen. Even kijken, hier heb ik ze allebei. Ah. Dit is ook tevens voor de vlog. Een preview. Check even de video op YouTube los waar ik het helemaal toelicht. En dat ga ik nu dus ook doen op video. Twee planners. Oké, ik heb net een testshot gemaakt en het ziet er goed uit. Dit zijn ze. Ik ga ze uit folie halen. Ah! We hebben de Pink Edition en de Blue Edition. En deze is dus exclusief bij bol.com te koop. En die is ook echt op is op. En dit is de roze versie. De versie van dit jaar eigenlijk. Ze nu uit folie halen. Want dit weer kaatst anders de lamp. Kijk naar. Och. Kijk even hoe mooi. Oeh. En mochten jullie willen weten waarom ik zo vaak die sample terugstuurde. Nou, buiten dat het vaak van alles niet oké was. Op het einde was dus dit, zeg maar, zag je hieronder roze uitsteken. Dus ik zat de hele tijd met die randjes te hannesen. Dat ik dacht van, nee, ik vind het randje niet goed. Nee, ik vind het randje niet goed. Dus dat moest perfect. En daar moest er steeds een nieuwe sample. Ik heb nog nooit zo vaak sample rondes gehad. 5 keer. Dat is voor mijn doen echt insane. En ik ben echt heel snel van knopen doorhakken, maar ik was gewoon niet tevreden. Oeps. Ga die even snel hier naar binnen gaan laten zien. Even gewoon een sneak peek hoor, want ik ben er echt zo trots op. Ah! Kijk. En dan hier roze en paars, zeg maar. En de blauwe editie, die heeft blauwe kleurtjes. Voor ieder wat wils. En dit is dus eigenlijk een doormidden gesneden steen. Jeetje, wat doet die camera donker. En dan een beetje champagne gouden elastiek. Tada, voilà. Ready to film. Niet alleen verhuizen we deze week, maar komt ook de planner online. Dat is voor mij vaak ook een zeer chaotische week. Of althans, met veel verschillende dingen. Maar weet je, omdat ik ben, en dat is echt zo. Ik vind het altijd zo grappig als mensen dan zo zeggen van, ja, je bent vet chaotisch. I get shit done. Het is wel zo. Het lukt me wel. Ik heb al mijn dingen altijd af. En als het niet lukt, dan verzin ik al wat. Ik ben heel flexibel daarin. Maar dat komt echt omdat ik plan. Omdat ik best wel op tijd al in kan zien van, oké, dit is hoe een week eruit gaat zien. Dit is wat we gaan doen. En vorige keer, ik weet nog, dat was echt zo'n heel typisch plandingetje toen met die slingers van Mila. Dat was echt heel grappig. Toen zei iemand van, ja, en ik snap niet dat je dat niet een maand van tevoren hebt gekocht. Want dan, dat is wat ik doe. Maar het is weer op tijd. Het hangt op de verjaardag. Het doet me heel erg denken aan vliegen. En mensen die zeg maar 2 uur van tevoren al in de rij gaan staan voor inchecken. En that's okay. Als je dat fijn vindt om al vast te gaan staan, weet je wel. Dan is dat prima. Maar ik ben de persoon die gaat staan. Ja, gewoon wanneer het geroepen wordt. En dat je gewoon op tijd naar binnen gaat. Maar niet echt zeg maar 3 uur van tevoren. Maar er zijn heel veel mensen die, net als met inpakken voor vakanties. Ik krijg altijd te horen van mensen. Ja, ik snap echt dat jij de avond van tevoren inpakt. Works for me. Ik krijg namelijk stress als ik 3 weken van tevoren begin met inpakken. En daar komt bij dat ik, daar is heel lang een tijd geweest dat ik dan in die 3 weken alweer 3 keer in het buitenland was. Dus zeg maar, dan leer je op een gegeven moment ook een dag van tevoren inpakken, want anders kom je niet uit met je spullen. Maar it works, want uiteindelijk red ik het. En op tijd. En alles. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat zoveel mensen stress zouden krijgen van hoe ik dingen aanpak, zeg maar. Maar ja, ik heb gewoon mijn hele leven geleerd wat voor mij werkt en dat werkt. Want ja, I get it done. Maar dat is wel puur omdat ik het plan. Ik weet niet, dat is net als met, wauw, sta jij op om 9 uur of zo? Ik weet niet, I don't know. Wij zijn nu mensen die elke dag om 6 uur opstaan. Maar als het aan mij ligt, sta ik het liefst gewoon 9 uur op. En ga ik wat later naar bed. Maar ja, baby. Maar dat is dan ook een soort van, oh, ik sta zo vroeg op en zo. Ja, maar voor iedereen werkt dat anders. En ook daarbij geldt, als je je dag plant op een bepaalde manier, who cares? Als je je dingen maar afkrijgt. Als je maar niet iemand bent die altijd 5 dagen te laat is met dingen of zo, weet je wel. Of op je werk je deadlines nooit haalt of zo. Kijk, dan krijg je een probleem omdat het niet goed gepland is voor jezelf. Zo is iedereen anders daarin. En de een heeft behoefte aan meer dagen. En de ander die lukt het om het net ervoor te doen.
Het is maar wat werkt voor jou, waar je gelukkig van wordt. Maar wat mij betreft, ik ben super chaotisch. Als ik geen planning had, dan had ik nog net niet geweten... Wat is zo'n gezegde? Waar je neus is of zo? Weet ik veel. Nou, dat dus. Ik ben helemaal excited dat de planner video erop staat. Oh, ik ben helemaal... Soms heb je dat, dan word je zeg maar excited van je eigen werk en de dingen die je doet. Dat heb ik nu. Misschien heeft het ermee te maken dat we gaan verhuizen, dat soort van mijn lijf daar ook zo op reageert. Maar... Ik ga het straks editen. Dus we gaan... Mila komt zo, Mila gaat naar bed. Gaan we avondeten en dan gaan we weer aan die arbeid op de laptop. Video editen, woensdag live. Ja. Cutie Petunia is thuis. We hebben lekker Pokeball. We hebben net de eerste aflevering van The Serpent gekeken. Ja. Het is... Ten eerste... Wat is met dat Nederlands accent? Van de ene guy. Nou zeg, wat was dat? Dat was echt zo raar. Ja. En dan zo vaag. Het is vaag. Raar. Mm-hmm. Echt een beetje... Huh? Ja. Ja. Guys, ik ga de vlog afsluiten. Ik ga slapen. Welterusten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen.